We zijn in Amsterdam, waar ik samen met Leslie de Ruiter van Christie's International Real Estate, of zoals hij het zelf liever zegt, de man die mooie huizen verkoopt, een bezoek breng aan een van de meest unieke projecten van Nederland, het prestigieuze Dam 3. Leslie, we staan in een van de meest prestigieuze projecten van Amsterdam, zo niet Nederland. Waar zijn we precies? Ik zou het een van de meest prestigieuze projecten van Europa willen noemen. We zijn aan de Dam in Amsterdam. Sowieso natuurlijk een unieke historische locatie. En bouwmaatschappij Verwelius, en je weet, die staan bekend om mooie projecten, die heeft zichzelf hier overtroffen. 19 appartementen die de absolute top van de Amsterdamse woningmarkt bestrijken. En we hebben er nu nog maar 3 te koop. Hoe uniek is het dat er op zo'n plek überhaupt gebouwd wordt? Ja, bijzonder. Kijk, we hebben hier natuurlijk het Koninklijk Paleis als buren, de Bijenkorf, het Krasnapolsky Hotel. Is meer dan uniek. Op deze historische locatie stond vroeger het oude hoofdkantoor van Verwelius. Die zijn inmiddels naar een andere plek verhuisd. Daardoor hebben we dit weergaloze project kunnen creëren. Wat hier gebouwd is, zijn koopwoningen? Ja, 100%. En dan de absolute top. Bij Christie's zijn we echt wel wat gewend. Ook in internationaal verband. Maar normaal gesproken zie je zoiets aan Park Avenue of zoiets in New York. Maar dat is het dus niet. We zijn aan de Dam in Amsterdam. Er zijn nog heel veel woningen verkocht op deze plek. Op dit moment staan we in het penthouse. Dat is net pas klaar. Ja, dat is net klaar. En dat is ook non plus ultra afgebouwd, zoals dat je kan zien. Verwelius is daarbij niet op een standaard nieuwbouwniveau gaan zitten met opdekdeurtjes of wat dan ook. Hier is het allermooiste. En dan 2 keer, zeg ik altijd, dat is hierin ingebracht. En als cherry on the pie zijn ze niet gestopt met die afbouw. Maar daarna heeft ook nog interieurarchitect Pieter Laurijs, die heeft eigenlijk min of meer de vrije hand gekregen, maak er maar wat moois van. Dus we verkopen de appartementen en het penthouse, inclusief deze high-end inrichting. Waarom is er voor gekozen om die woningen zo kant-en-klaar op te leveren? Ja, kijk, wij zien de doelgroep voor dit soort projecten, voor dit soort appartementen en penthouses, die zijn normaal gesproken druk bezet. Die weten wat mooi is. En in het buitenland zien we dat bij Christie's ook regelmatig. Dat er meestal niet, wat we in Nederland nog regelmatig hebben, is dat er casco wordt opgeleverd. Hier zijn we helemaal naar de andere kant van het spectrum gegaan. Hier is alles af. En dan kan het grote genieten, letterlijk het grote genieten, beginnen. En wat voor kopers komen nu op zo'n prachtige woning af? Ja, nou, we hebben een gezonde mix van internationale kopers en Nederlandse kopers. Het overgrote deel hier is wel Nederlands, dus dat is leuk. We hebben een aantal mensen die wonen er permanent. Want zo mooi is het, ja, daar is het ook wel voor geschikt. Maar ik heb ook nog wel een paar kopers zitten die kunnen geen afscheid nemen van hun mooie landgoed elders in Nederland of in België. En nou, die hebben dit er gewoon bij. We staan op dit moment dus in dit prachtige penthouse met echt een subliem uitzicht. Wat kun je me over het penthouse vertellen? Hoe groot is het? Ja, het penthouse is ruim over de 300 vierkante meter, dus dat is zeer royaal. Enorm royale woonkamer waar we nu in staan. Living is een beter woord. We hebben 3 slaapkamers, 3 badkamers, uitermate chic. Ja, de keuken is wel een keuken waar een sterrenchef jaloers op zou zijn. Een soort geklimatiseerde wijnkamer. En voor de grap combineren we die gelijk met een cocktailbar. Nog 2 terrassen en uiteraard dat weergaloze uitzicht. Die glazen pui die kan voor een groot gedeelte open. En ja, dan wordt eigenlijk zelfs je hele living, daarvan wordt binnen wordt buiten en buiten wordt binnen. Dus hier hoef je nooit meer het huis uit. Als je zegt ik wil gebruik maken van de 5-sterren hotelservice van Grand Hotel Krasnapolsky, dat kan. Wil je een toastje met caviar of een lekkere cheeseburger, dat wordt gewoon bij je thuis gebracht. En ook als je hier niet elke dag bent, hetzelfde geldt voor het schoonmaken, de bedden opmaken. Als je aankomt rijden, de valetparking voor je mooie auto. En dat is natuurlijk wel een luxe, ja, die is eigenlijk niet in geld uit te drukken. Het is een succesvol project, er is al veel verkocht. Hoe gaat het eigenlijk überhaupt met de prijzen in Amsterdam? Nou, er is recent een groot onderzoek verschenen en ook gepubliceerd in het Financieel Dagblad. En dat is een economisch onderzoeksbureau. Die hebben een analyse gemaakt van de Amsterdamse woningprijzen over de afgelopen 400 jaar. En wat is nou de grote conclusie? Is Amsterdam goedkoop? Nee. Is Amsterdam overprijsd? Ook zeker niet. Er is maar 1 Amsterdam. Het is de hoofdstad van Nederland, ons prachtige land. En dan met name die hele specifieke plek. Harry zegt vaak locatie, locatie, locatie. Nou, daar sluit ik me graag bij aan, Suze. Want een locatie als dit, ja, dat krijg je nooit meer.